Hallo allemaal, ik ben Jurgen Hofmans, ik ben schrijver en ik sta hier voor de bibliotheek van Waalwijk, waar ik een afspraak heb met een ongelooflijke toffe schrijfster. Ik ga snel naar binnen. Hoi Lizzie. Hallo. Voor leerkrachten die jou niet kennen, mm-hmm. Wie ben je? Ik ben Lizzie. Ik schrijf onder Lizzie van Pelt, mijn meisjesnaam. En ik ben 53 jaar jong. Ik woon in Waalwijk. Ik ben schrijver sinds 20 jaar. Ben ik net achtergekomen dat ik dit jaar 20 jaar schrijf. Heb je altijd al schrijver willen worden? Eigenlijk niet. Nee, ik wilde eigenlijk illustrator worden. En omdat ik dan thuis kwam na school en op een bepaald moment niet meer wist wat ik wilde tekenen, dacht ik, weet je wat, ik verzin een verhaal en daar ga ik een tekening bij maken. Maar uiteindelijk vond ik het verhalen verzinnen veel leuker dan het tekenen. En langzamerhand ging het schrijven toch meer trekken. Wat voor soort boeken schrijf je? Ik schrijf prentenboeken, boeken op AVI-niveau, boeken voor kinderen die iets ouder zijn, 10, 12 jaar, geschiedenisboeken, schoolboeken, eigenlijk van alles. Als je aan een nieuw boek begint, hoe ga je te werk? Ik moet eerst echt helemaal de hoofdstukindeling klaar hebben voor ik echt aan een boek kan beginnen. Dus het allerbelangrijkste is natuurlijk een onderwerp. Je moet een onderwerp hebben. Soms komt de uitgever daarmee. Die zegt bijvoorbeeld, ik zoek een boek over nuvoorswijze, bijvoorbeeld een boek dat zich afspeelt op een tropisch eiland en het moet een historisch verhaal zijn. Dan heb je al wat handvatten waaraan je kunt, het verhaal kunt ophangen. Daar ga ik dan mee stoeien en mee bedenken. En dan ga ik in bad en in bad kan ik altijd goed nadenken. Of ik ga met de hond naar het bos, kan ik ook goed nadenken. En uiteindelijk heb ik een idee van een verhaal met een kop en een staart. Dus je gaat ergens vanuit. Het moet natuurlijk spannend worden. Er moeten leuke dingen in gebeuren. En uiteindelijk moet het ook nog een beetje mooi afgerond worden. Want het moet wel een staartje hebben, dat verhaal. Dus dan ga ik beginnen met de hoofdstukindeling. En dan kijk ik meestal naar de leeftijd waar het verhaal voor geschikt is. En ja, jongere kinderen, dan moet je niet hele lange hoofdstukken maken natuurlijk. En wat oudere kinderen, dan een hoofdstuk van 5-6 pagina's. Dat moet zeker kunnen. Dus dan denk ik, oké, ik heb een verhaal. Dat moet ik dus in 9 stukken hakken bijvoorbeeld, in 9 hoofdstukken. En wat gebeurt er dan in elk hoofdstuk? En dan is het ook nog leuk om te weten dat er aan elk einde van een hoofdstuk een soort cliffhangertje zit, waardoor je graag met het volgende hoofdstuk weer verder gaat lezen. Als jij in bed een hoofdstuk leest elke avond, dat je denkt, oh, morgen verder lezen, want het was net zo spannend. Ja. Wat wil je bereiken met je boeken? Dat kinderen plezier hebben in lezen. Dat ze met veel plezier lezen. Taal is een communicatiemiddel, communicatie is belangrijk. Je kunnen uiten, om kunnen gaan met andere mensen, dingen kunnen leren. Dus ja, als ik kinderen plezier kan geven in het omgaan met taal, dan heb ik mijn doel al bereikt. Wat vind jij zelf je meest geslaagde boek en waarom? Ik heb een boek, ja, daar ben ik... Nou ja, eigenlijk zijn alle boeken natuurlijk die je zelf schrijft, ben je het natuurlijk trots op. Maar er is toch een boek en dat is Uil gaat uit fietsen. En dat is een boek vol met gedichten, 101 gedichten voor kinderen. Vanaf 0 tot 101 jaar, want volwassenen kunnen ze natuurlijk ook nog lezen. En dat zijn echt gedichten die echt vanuit mezelf komen. Dus er is niemand geweest die gevraagd heeft, wil je dat schrijven? Ik heb het echt vanuit mezelf laten komen en op papier gezet. En zelf vormgegeven het boek, zelf een illustrator gezocht, zelf de kosten betaald om het boek te laten drukken. En dat is helemaal zo'n stukje van mezelf, daar ben ik het meest trots op. Welk boek zou jij ooit nog eens willen schrijven? Die vraag, dat is er eentje om goed over na te denken. Want dat zou ik nu nog niet weten eigenlijk. Je lampje gelezen hebt van Annette Schaap. Heb ik wel het al een paar keer op Facebook voorbij zien komen. Dat moet ik blijkbaar lezen. Dat moet je lezen. Oké. Okay. Dat is, nou, buiten dat het verhaal gewoon een fantastisch, spannend en leuk verhaal is om te lezen. Oké. Okay.
is het zo mooi, zo fantastisch mooi geschreven. En als ik dat boek dan als voorbeeld mag nemen, dat is, zo'n boek mag je bij. Ja, je mag het wel als voorbeeld nemen, maar ik wil het niet oneerbiedig zeggen of zo. Maar dat is zo mooi. Als ik een boek zou kunnen schrijven waarmee ik, net als wat En het Schaap nu doet, die inspireert mij zo om op een andere manier te schrijven. Om een diepere laag van mezelf aan te boren. Omdat ik zie wat zij doet. Is zo bijzonder. Zit dat ook nog ergens in mij verborgen? Om een nog beter schrijven eruit te halen? Als ik dat zelfs ook zou kunnen bereiken bij mijn collega's. Ja, dan heb je het wel goed gedaan, denk ik. Bezoek je ook wel eens als schrijver scholen? Ja. Heb je misschien nog tips voor leerkrachten om lezen nog leuker te maken? Ja, je kan heel veel leuke taalspellen doen. Mm-hmm. Om samen met de kinderen ervoor te zorgen dat de taal echt leuk is. In plaats van dicté, geven ze een keer een ander soort taalles. Zo heb ik bijvoorbeeld de echo. En de echo is heel populair. Ik zeg een zin, kinderen echo het laatste woord terug. En het verhaal loopt door. En als je zulke soort spelletjes doet met kinderen, dan, dan ligt het plezier voert dan de boventoon. En dan heb je niet eens meer in de gaten dat je met een taalles bezig bent. Wil je nog iets kwijt wat ik nog niet heb gevraagd? Wil ik nog iets kwijt? Nou ja, ik zou het zo niet weten eigenlijk. Of ik nog iets... Oké. Ja, je hebt, de vragen waren goed en duidelijk. En, nou, dan ga ik hem maar uitknippen.